vannacht dus in de hostel geslapen. Nou, dat was heel goed. Eerst bijna een uur in bad gelegen. Lekker soppen. En daarna geslapen. S'avonds even wakker en een filmpje gemaakt. Weer geslapen. Hele nacht geslapen. Vanochtend vroeg op. Want ik kreeg door dat er een café open was om 17:15. Ik dacht, nou, vroeg lopen. Ja, in het warme weer is het gewoon lekker om 's morgens vroeg te lopen. Maar het café was niet open. Toen ben ik naar de herberg gegaan. Want ja, in de herberg, dat is zo. Daar hoor je de nieuwtjes en daar hoor je alle wetenswaardigheden. En als je in een hostel gaat of een hotel gaat, dan weet je helemaal niks. Dan ben je niet zo aangesloten als je in de herberg zit. Dus ik dacht, dan ga ik hun vragen wat er open is. Want ik had geen, zeg maar, gewoon vers water. Want het kraanwater is niet zo lekker hier. En geen eten, helemaal niks. Gisteravond niks gegeten. Dus ik had wel wat nodig voordat ik op stap ga. Nou, daar heb ik eerst 20 minuten op de stoep gezeten. Want ze dachten gewoon dat ik klopte aan. Maar ze dachten dat ik jeugd was of zo. Nou, dat snap ik ook wel. Gegeten in een tankstation. Daar kon je ook ontbijt krijgen. Dat was dus het enige wat open was hier. En dat soort dingen moet je weten. En in de herberg wisten ze dat. Dit is die witte bloem. Waarvan ik nu weet dat die Cistus heet. Of Gara. Maar dan, na de nacht, is hij een beetje gesloten. Het lijkt wel op een roos. Maar het is het niet. Daar zit Dick een sigaretje te roken. En daar komt Roberto aan wandelen. En achter ligt Manuela. Is dat oké? Everything's oké. Okay. Ik heb wel een leuk plekje gevonden hier. Een soort rotsachtig iets in een weiland. Ja. Ik heb eigenlijk al besloten dat ik na Mérida niet door ga lopen op de Via de La Plata. Want die heb ik al gelopen. En ja, ik heb nog een heleboel wandelingen op mijn bucketlist. Dus wat zal ik gewoon voor de tweede keer iets lopen? Ik bedoel, de tijd is ook beperkt. Hoe lang kan ik nog lopen? En ik was van plan om de Via de La Plata door Portugal langs Bragança te doen. Maar de laatste dagen zit ik vooral te denken om misschien de Primitivo te gaan doen vanaf Oviedo. Daar ben ik vorig jaar geëindigd. Op Jedo. En dat is helemaal in het noorden. Het begint hier een beetje warm te worden. Het is de hele dag zon. Ja, die warmte.
Het wordt hier wel al behoorlijk heet. 'S Middags. Ik kan niet zo goed tegen de hitte. Tenminste. Nee, ik vind dat niet prettig. Die hitte, die zon. De schaduw is ook worden heel klein op een gegeven moment ook. Er is bijna geen schaduw meer. Je eigen schaduw wordt ook heel klein. Ja. En gelukkig is er nog wel een beetje een fris windje af en toe, zoals nu. In de schaduw is het goed. Dat is het niet. Maar die zon, die zon. Ja. Ja, volgende week wordt het gewoon, of eigenlijk, ik geloof nog morgen al, 30 graden en zo. Ik zit trouwens in een superherberg. Lekker ruim. Anita slaapt boven mij. Dirk slaapt daar. Daar is nog één laatste plek vrij. Er is nog één, zo'n slaapzaal als dit.